Aan tafel zit Daphne Schippers, terug van het WK Atletiek in Doha, waar Sivan Hassan afgelopen weekend met dubbel goud op de 1500 en de 10 kilometer historie schreef. Dat hoopte zij ook te doen met een derde opeenvolgende wereldtitel op de 200 meter. Maar in de halve finale van de 100 meter sprint schoot het in haar lies. Weer in haar lies, moet ik eigenlijk zeggen, want ook op de Olympische Spelen van Rio hield die verdomde linker lies haar van Olympisch goud. In Doha moest Schippers zich vanwege blessure zelfs helemaal afmelden voor de finale van de 100 meter en de 200 meter sprint. Ja. Diezelfde lies. Ja. Dat is dus de zwakste schakel. Ja, dat blijkt. Dat leek eerst eenmalig te zijn in Rio. Althans, ik had niet verwacht dat dat nog een keer zou gebeuren. En helemaal uit het niets, want ik had nergens last van. Ik voelde me super fit. Ik vond hem echt goed en ik had er ontzettend veel zin in. Mm-hmm. Super positief in mijn hoofd. En ik had echt gewoon weer zin om te schitteren. Maar helaas. Wat is dat dan? Is dat een spiertje wat niet meedoet? Daar doe je natuurlijk onderzoek naar. Dat wil je niet nog een keer. Nee, het lijkt eigenlijk de aanhechting te zijn van de adductor. Nee, dat hebben we ontzettend veel nodig. Dat zit echt een beetje bij de lies. En we weten niet precies wat er aan de hand is. We hebben geen scan gedaan, want eigenlijk maakt het niet uit. Als je het weet, het kan een verrekking zijn, het kan een scheurtje zijn. Je weet het gewoon niet. En eigenlijk maakt het ook niet uit. Want ik kan daar op dat moment niet mee lopen. We gaan kijken naar die halffinale 100 meter. Eigenlijk kwalificeer je jezelf nog. Hè? Ja. Je zou zo naar de finale hebben kunnen gaan. Jij zei later, en als we beter kijken... Ik ben natuurlijk een geïnteresseerde leek. Ik zag die versnelling niet, hè, waar jij bekend om. Nee. In de tweede helft ga je ineens met reuzen passen naar het goud vaak. Ja. Dat gebeurde. Geef jij even commentaar bij wat we zien. Dan weten we ook wat jij voelt op dat moment. Kijken hoor. Ik moet even kijken waar die ergens komt. Want je ziet, mijn start is eigenlijk redelijk. En je ziet op een gegeven moment, je ziet me nu helemaal naar de buitenkant van de lijn gaan. Dus op dat moment heb ik zo'n misstap gezet. En dat was het moment dat het inschoot. Dus dat is eigenlijk al bij een meter of, ik denk zo'n 10, 5. Dit gaat nog. En dan zie je zo meteen, zie me ineens een zijpas. Hier, je ziet hem zo. Nu. Je ziet me naar de zijkant gaan. Ja. Eigenlijk schrik ik op dat moment van, er schiet dit gewoon iets in mijn adductor. En normaal gesproken... Tijdens een race voel je eigenlijk niks. Soms heb je hebt altijd wel pijntjes en dat hoort er een beetje bij topsport. Maar op dat moment was het zo, het schoot er zo ineens in... dat ik ineens eigenlijk een pas opzij zette en toen weer terug. En uiteindelijk de finish heb gehaald. En toen dacht ik nog, ik voel wel wat. Maar dan zakte adrenaline en toen kon ik eigenlijk nog niet eens een rondje joggen. Dat voel je dan tijdens de race? Ja, en dat is me nog nooit overkomen. Nee, dat je precies werd, dit is niet goed. Ik ben bezig met een 100 meter finale of half finale. Ja. Het gaat niet goed. Eigenlijk op het moment dat ik dat besefte dat je het voelt tijdens de race... dan weet je dat het echt niet goed is. Ja. Want anders, met al je adrenaline, voel je eigenlijk niet zoveel. Dus dat is normaal een voordeel. Alleen, als het dan erin schiet en ik voel het op dat moment... Maar wat raar dat je vanaf Rio, toen was het een probleem. Oké, zwakke plek, houden we in de gaten, massage, weet ik veel, fysiotherapie. Ja. En op een gegeven moment ben je het al bijna kwijt. Je denkt er al helemaal niet meer aan. Nee. En pats, daar is hij weer. Nou ja, het is toevallig twee keer gebeurd op het moment dat ik dacht... ik ben echt in goede vorm. En dat is heel gek, want dan ben je natuurlijk heel erg op je uiterste kunnen. Dus je op het laatste randje balanceer je. En toevallig twee keer dat ik waarschijnlijk nu net over het randje ben gegaan. En dit jaar heb ik misschien niet de beste voorbereiding gehad. Ik ben weer van coach gewisseld. Best wel wat dingetjes wat weer van de trap gevallen. Ik heb het hele jaar met blessures eigenlijk ben ik bezig geweest. En eigenlijk heb ik een ontzettend goed trainingskamp gehad in Turkije voor deze wedstrijden. En we zagen weer tijden die we gewoon twee jaar niet gezien hebben. Dus ik was gewoon echt ready om te gaan. En ik denk, ben bang dat net die aanhechtingen van die pees krijgen zulke harde klappen. Ik denk dat het net gewoon dat niet aankomt. Dan zien we het, dan leven we met je mee, vanzelfsprekend. Je laat de 100 meter finale lopen. Dat is toch het koningsnummer, dat hebben we hier al vaak besproken. Maar goed, 200 meter, daar ben je regerend wereldkampioen. Je loopt warm. Het is een dag of twee later, geloof ik, hè? Zou je dat lopen? Eén. Binnen 12 uur zelfs. Ja. Dus dat was heel kort en dat was heel erg het nadeel. En op dat moment wilde ik echt het risico niet nemen. Je ziet eigenlijk ook hier, je ziet gewoon dat links en rechts zit gewoon een verschil in. Ja, ik zie het niet, maar jij ziet dat natuurlijk wel. Ik zie het verschil wel. Ja. En zeker als je nu zo het uitlopen ziet, je probeert het. Want ik wil gewoon zo graag. En ik wist dat ik niet zo heel veel nodig had om überhaupt door te gaan naar de halve finale. En ik wist gewoon dat het echt niet goed was.